kijken. Hè? En doe ik meestal elk jaar. Ik zocht eigenlijk alleen maar kerstkaart. Maar u ziet het. Een hele mand vol met spulletjes. Ja, en dan kom ik volgend jaar wel weer. En dan kom ik weer wat anders. En breng ik dit wel weer terug. Ja. En zo blijven we aan het ruilen, hè? Ja, maar is ook duurzaam, hè? Dan breng je het weer terug. En dan heeft de ander er weer plezier van. Ja. Hoe zijn jullie daartoe gekomen om dat te gaan ontwikkelen? Nou, dat is al toen wij ooit begonnen zijn, 7 jaar geleden, onze andere locatie De Beurs. Zijn elk jaar een beetje meer gegroeid. Eén speciale dag waarop alles in één keer de winkel ingaat. Aangevuld dan wel tot en met kerst elke dag. Maar dan één grote opening, dat is altijd wel heel erg leuk. Want vandaag staat dus alles wat jullie allemaal aan kerstartikelen hebben in één keer in die winkel? Nou, ongeveer de helft. Er staat ook nog heel veel achter. Dat doen we dan stapsgewijs de winkel in. Maar in ieder geval één grote markt waarin mensen voldoende keuze hebben om leuke dingen te vinden. Ja. En dat trekt behoorlijk wat mensen aan, geloof ik, hè? Ja, dus ze staan met horders tegelijk. Ze zijn vanochtend naar binnen gerend. Er is altijd heel veel animo voor. En de rest van de dag loopt ook wel echt door. Maar vooral vanochtend heel bijzonder druk, ja. Die willen altijd mensen, die willen het eerste zijn, hè? Er zullen altijd mensen het eerste zijn, ja. Ze heeft een atelier en daar maken we allemaal kerstdingetjes zo. Dus dan, we zagen dit op Facebook. Dus zo zijn we hier eigenlijk gekomen. Ik zag jou net al kijken bij speciale poppetjes. Dat leek jou heel wat, of niet? Ja, voor Ardita. Want ze maakte opgemaakte bezems in kerstsfeer met lampjes eraan om de steel. En dan zetten we dan vaak een kerstmannetje op. Jullie gaan dan weer verder om er nog iets mooiers van te maken. Ja, we zoeken allemaal weer inspiratiedingetjes.